Het is 5 jaar geleden dat kardinaal Bergoglio verkozen werd tot paus. In maart 2013 volgde hij Benedictus XVI op en koos als eerste paus voor de naam Franciscus. Voor zijn jubileum blikt Katholiek Leven terug op wat hij in deze afgelopen 5 jaar aan de kerk heeft gegeven. Die 13e maart was al aangekondigd dat er een keuze aan zat te komen. Maar ik moest toch in de auto stappen omdat ik een avond had in Oudewater over het paastriduum. En ik was op weg en in de auto heb ik geluisterd naar de naderende ontknoping van het conclaaf. En toen ik uiteindelijk aankwam, had ik gehoord dat de keuze was gevallen. En toen heb ik in het parochiesecretariaat met de pastoor nog even op de computer van het secretariaat gekeken naar de balkonscène waarop de paus naar buiten trad en ook de naam Franciscus bekend werd gemaakt. En toen zijn we eigenlijk met dat goede nieuws zijn we de kerk ingegaan om de inleiding over het paastriduum te houden. En ik merkte dat bij de mensen de naam Franciscus veel weerklank vond. En de vreugde om een nieuwe paus met zo'n naam, dat was onmiskenbaar aanwezig. Zijn eerste document is een encycliek, dat is een rondzendbrief. Elke paus schrijft er wel eens een aantal. En de eerste brief, die Lumen Fidei heet, dus het licht van het geloof, is een bijzonder encycliek, omdat het namelijk eigenlijk nog in eerste versie geschreven is door zijn voorganger, paus Benedictus. En paus Franciscus benadrukt ook, dit is al door mijn voorganger voorbereid en ik ben het er van harte mee eens. En hij schrijft, dit is een ononderbroken traditie van het geloof dat in deze encycliek naar voren komt. En er staat ook in dat het licht van het geloof ook helpt om licht op je pad te zijn. Soms om te ontdekken wat nodig is. Zo noemt hij bijvoorbeeld mensen die gebrek lijden of mensen die ziek zijn en nood zijn. En die ons aanspreken, die benoemt hij eigenlijk als middelaars van het licht. Want we worden als het ware door mensen in nood ook weer herinnerd aan de grote opdracht om lief te hebben en je naaste te beminnen. En ik merk dat deze encycliek ook wel steeds heeft doorgewerkt, omdat het licht van het geloof ook helpt om je roeping als mens te ontdekken. Zo was er bij de synodes over het huwelijk steeds de vraag, wat is nou de specifieke roeping van het huwelijk tussen man en vrouw? Wat is nou de waarachtige roeping tot het huwelijkse leven? En je ziet het ook terug bij de komende synode, dat de paus wil vragen, het licht van het geloof, wat betekent nou de roeping voor jonge mensen in de kerk? Waartoe roept God hen? Op welke wijze kunnen zij die roeping op het spoor komen in het licht van het geloof? Het katholieke Alpha Centrum in Leiden werkt aan nieuwe evangelisatie. Elisa Oudshoorn zet zich in als vrijwilligster om mensen via het internet kennis te laten maken met het katholieke geloof. Voor haar is paus Franciscus een inspiratiebron om dit werk te doen. En hier hebben we, dat is wel heel leuk natuurlijk, de heilige Franciscus. En dat beeldje heb ik zelf meegenomen uit Assisi. Ik vond hartstikke leuk toen de paus als naam natuurlijk Franciscus koos, want ja, ik ben zelf wel fan van Franciscus. Ik zie ook wel een beetje een gelijkenis in de zin van ja, Franciscus wordt ook een beetje gezien als een soort hippie, zal ik maar zeggen, uit de middeleeuwen. Terwijl hij was zo radicaal en hij was zo ook hard voor zichzelf, maar hij was ook vol vuur en echt een eucharistische heilige. En als ik dan paus Franciscus zie, die wordt ook gedacht wel eens dat hij, ach, die vindt alles goed, maar als je goed zijn stukken leest en goed je verdiept in wat hij zegt, dan is hij ook echt best wel heel radicaal. En staat hij eigenlijk in dat betreft ook in lijn met wat de heilige Franciscus ook heeft gezegd. Het woord nieuwe evangelisatie is eigenlijk genoemd door paus Johannes Paulus II in het jaar 1979. Dus in die zin borduurt deze paus daar ook verder op voort. En in het jaar 2014 zijn er ook heel veel mensen bij elkaar geweest in Rome. En daar is ook deze apostolische exhortatie uitgekomen, de vreugde van het evangelie. En daar staan gewoon ook heel veel handreikingen voor parochies, maar ook voor individuen. Van hoe kunnen we nou die nieuwe evangelisatie handen en voeten geven? Hoe kunnen we die blijde boodschap die we gehoord hebben, hoe kunnen we die doorgeven? We moeten het doorgeven en daar zijn we ook vroeg geroepen. En dat is ook wat deze paus steeds zegt. Kom van je stoel en ga iets doen en ga erop uit en verkondig het evangelie en wees de handen en voeten van Jezus. Hij zegt ook van op het moment dat er vuur is in een gemeenschap, er is vreugde in een gemeenschap en er zit echt kracht in een gemeenschap, totdat ook het aantal roepingen bevordert. Zowel tot een sacramenteel huwelijk als tot het priesterschap of een vorm van godgewijd leven. En dus het is niet alleen maar van we moeten zieltjes winnen, want dat is een beetje wat men altijd denkt als men denkt aan nieuwe evangelisatie. Maar het gaat er ook om nieuwe evangelisaties, ook de mensen die al in de kerk zijn, evangeliseren, herevangeliseren en een nieuwe vreugde, een nieuw elan en een nieuwe blijdschap te geven.
Een bijzonder jaar in het pontificaat van Paus Franciscus is het heilig jaar van de barmhartigheid, dat begon in december 2015. De heilige deuren van de Sint-Pieter in Rome gingen toen open, maar ook in bisdommen over de hele wereld werden heilige deuren opengezet. Het is in ieder geval zo dat hij dat jaar wereldwijd heeft uitgeroepen, dus een extra bijzonder heilig jaar. Niet zomaar op de cadans van elke 25 jaar dat we een heilig jaar hebben, maar nu een bijzonder heilig jaar gewijd aan de barmhartigheid. Omdat het woord barmhartigheid zo'n centraal thema is in het evangelie. En misschien dachten mensen toen deze bijzondere barmhartigheidsperiode aanbrak van nou een beetje ouderwets woord, barmhartigheid. Hè? Maar als je kijkt naar het evangelie en je ziet de verschillende teksten die daar specifiek over gaan in de gelijkenissen van Jezus, als die zo'n centrale aandacht krijgen in een jaar van barmhartigheid, heb ik dat wel als heel positief ervaren en is het woord barmhartigheid zeker terug van weg geweest en ook voor de komende generatie weer echt verankerd in het centrale hart van het geloof. Wat zegt het over de paus dat hij kiest voor barmhartigheid in dat heilige jaar? Ik denk dat dat betekent dat hij die barmhartigheid ook tot belangrijk rode draad maakt van zijn eigen spreken en handelen. En dan ook dat concreet in praktijk brengt, in beeld brengt, door op bezoek te gaan bij mensen in de gevangenis, op bezoek te gaan bij mensen die met een beperking moeten leven. Dan zie je hoe intens het is dat hij mensen bezoekt en aanraakt en ze ook in de barmhartigheid van God laat delen. Geert van Dartel is van de Katholieke Vereniging voor Ecumene. Hij zag hoe Paus Franciscus de afgelopen 5 jaar voortbouwde op het werk van zijn voorgangers. En ook hoe hij nieuwe impulsen gaf om de eenheid tussen christenen te bevorderen. Deze icoon die hangt ook boven de ingang van de Pauselijke Raad voor de Eenheid. En natuurlijk is dat een icoon met een geschiedenis, maar ook een inspiratiebron voor het ecumenisch werk. Paus Franciscus is bij uitstek iemand die bruggen bouwt. Bij de ontmoeting met patriarch Kirill zei hij: het enige wat ik wilde was ontmoeten en omhelzen. Om de ander te ontmoeten. Hij gelooft in de kracht en het bijzondere van die ontmoeting. Dat die ontmoeting iets kan op gang brengen. Wij komen uit een geschiedenis van verdeeldheid. En dat doet geen goed aan de verkondiging van de vreugdevolle boodschap van het evangelie. En de diepste grondslag voor het ecumenisch werk is dat die ontmoetingen en het herstel van gemeenschap van belang zijn om geloofwaardiger en duidelijker het evangelie in onze tijd te kunnen uitdragen. Deze encycliek Laudato Si, die over een van de grootste thema's en noden van onze tijd gaat, de klimaatverandering, is in de wereldwijde ecumene heel erg positief ontvangen. En ik denk dat je zo'n groot thema alleen ook maar samen met anderen aan de orde kunt stellen en niet tegenover elkaar. Dus het bijzondere van Paus Franciscus vind ik dat hij vertrouwend op de gaven van de geest die geschonken zijn ook aan de anderen de ontmoeting aangaat. En dat hij dat niet vanuit een verheven machtspositie doet, maar dat hij dat doet als een pelgrim die op weg gaat naar de ander. In oktober 2018 komen bisschoppen vanuit de hele wereld met de paus bijeen voor een nieuwe synode over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping. Dat staat ook wel in lijn met wat de paus aan de jongeren, herinner ik me goed, in Krakau heeft gezegd. Waarbij hij ook zegt, jullie zijn in het licht van het geloof geroepen om leerling van Jezus te zijn, maar ook ambassadeurs van Jezus in de wereld. De UCAT was al een aantal eerdere jaren uitgekomen met een mooie samenvatting voor jongeren van wat ons geloof betekent en wat het inhoudt. En nu de DOCAT geeft aan wat je in geloof juist in deze wereld kunt doen om te bouwen aan een beschaving van liefde. En dat hoort ook bij de sociale leer van de kerk, waar het gaat om vrede, waar het gaat om rechtvaardigheid, waar het gaat om gelijke verdeling van voedsel, waar het gaat om ontwikkeling van landen nooit ten koste van anderen. Zo schrijft de paus ook, de aantasting van het milieu, vaak ook de landen waar de mensen het meest arm zijn, het eerst getroffen worden. Kijk maar, als de waterspiegel stijgt, dan zijn landen als Bangladesh veel eerder het slachtoffer dan een rijk land als Nederland die een grote dijk kan bouwen. Dus in de Doeket, een prachtig boek, geeft de paus aan dat je als gelovige je roeping op het spoor komt.
in het kader van de zending van de kerk, waar jij je stukje aan kunt bijdragen, maar waar je ook hoort wat jou te doen staat.